De inhoud die ik deze morgen zou willen brengen betreft nog eventjes de achtergrond van ventilatie en waarom ventileren. Dat even in herinnering brengen. Ook al zijn er misschien geen reglementaire eisen, toch kan dat in alle gebouwen nuttig zijn. We kijken eventjes naar de impact op het binnenklimaat en de relatie met vochtigheid en naar de wettelijke eisen die er soms wel en soms minder sterk bestaan. We gaan ook kijken welke technieken er beschikbaar zijn. En dan kijken we naar een paar toepassingen in renovatie- en erfgoedprojecten. Ik wilde starten met te stellen dat ventilatie niet nieuw is. Vroeger had je in een aantal gebouwen toch al wel wat ventilatie. Appartementsgebouwen met sunschouwen. Dus dat is niet echt een heel recente uitvinding. De vraag is natuurlijk, ja, waarom ventileren we en in globaal gaat het eigenlijk over het afvoeren van vervuilde binnenlucht om die te vervangen door zuivere buitenlucht. En dat veronderstelt natuurlijk dat de buitenlucht voldoende zuiver is. En dat eist zeker in stedelijke omgeving soms ook wel wat aandachtspunten om te vermijden dat men via ramen of deuren, maar ook via ventilatiesystemen, sterk vervuilde lucht gaat binnentrekken, vervuilde lucht die afkomstig kan zijn van verkeer of van schouwen in de nabijheid en dergelijke meer. Dus er is wel degelijk vervuiling van de binnenlucht. Een deel daarvan is heel sterk mensgebonden, dat wil zeggen ja, lichaamsgeur. Hè. We spreken dan over bio-effluenten, om het niet over stank te hebben. Er is natuurlijk ook vocht. Hè. In zekere mate is vocht ook een vervuiling als de concentratie te hoog wordt. Maar in bepaalde gevallen is er een gebrek aan vocht. Dat kan ook wel problematisch zijn. En dan is er natuurlijk ook de emissie van materialen en van apparaten eventueel die werkzaam zijn in het gebouw. Denk maar aan vluchtige organische componenten, de VOC's, fijnstoffen en andere elementen. En waarom gaan wij ventileren? Ja, er wordt in veel gevallen gewezen natuurlijk op de gezondheid van de inwoners. En voor een stukje in dit kader ook op de integriteit van het gebouw zelf. Zeker als het gaat over vocht en dergelijke meer. Nu, meestal wordt er geventileerd in eerste instantie voor comfort van de mensen. Veel geur is helemaal niet schadelijk, maar is wel onaangenaam. Dus het ventileren op zich al voor het verbeteren van het comfort is een belangrijke motivatie om dat te gaan doen. Normaal gezien vormt die ventilatie een deel van een wat globaler beheer. Aan de ene kant moeten we natuurlijk de binnenpolluenten gaan beperken. En dat heeft dan te maken met de keuze van materialen, afwerkingsmaterialen, toestellen en dergelijke gebruik of het direct afvoeren van bepaalde verontreinigingen. Denk maar aan een dampkap. Zoals daarnet gesteld, moeten we natuurlijk aandacht hebben voor de buitenpolluenten. Als wij buitenlucht gaan binnenbrengen voor de ventilatie, zullen we moeten kijken waar dat gebeurt om de best mogelijke buitenlucht binnen te halen. Als de buitenlucht echt slecht is in zijn globaliteit, ja, dan zitten we eigenlijk volledig geblokkeerd. De mogelijkheden om die buitenlucht te gaan zuiveren voor we ze gaan binnenbrengen, bestaan wel, maar zijn niet echt praktisch. Dus vandaar, dat is een ander thema natuurlijk, maar het belang aan een goede buitenluchtkwaliteit is eigenlijk zowel voor binnen als voor buiten een belangrijk startpunt natuurlijk. En dan gaan we ventileren. Hè, ventileren en bespreken dan normaal gezien over een bewuste ventilatie, waarbij we toch eventjes moeten kijken naar ontoereikende methoden. Een raam openen kan inderdaad een ventilatie teweeg brengen. Dat is meestal een zeer intensieve ventilatie. En als we die kortstondig gaan realiseren, zoals u kan zien op de grafiek, gaat men door het openen van de raam het vochtgehalte in deze ruimte zeer snel, zeer sterk doen dalen. Maar omdat dat openen van de raam natuurlijk ook andere ongewenste effecten heeft, en koude tocht en dergelijke meer, sluiten de mensen dat al vrij snel terug. En dan zie je dat die luchtkwaliteit in dat vochtgehalte toch vrij snel terug gaat stijgen. In die zin is het openen van een raam
Ja, dus wat men courant gaat doen, is mensen 's ochtends zeggen dan, ja, het ruikt hier niet zo fris in mijn slaapkamer, ik ga het raam openzetten om te verluchten. In feite is dat een zeer bizarre opstelling, want het is niet overdag in afwezigheid van mensen in die slaapkamer dat die lucht goed moet zijn. Het is natuurlijk 's nachts. Als het 's ochtends stinkt, en dan is de luchtkwaliteit 's nachts zeker ook niet goed. En denken we maar aan relatief hoge CO2-gehalte. En dus aan het openen van die ramen zijn er toch wel nog een aantal andere nadelen verbonden die dat wat ongeschikt maken. En hier een elementje rond die slaapkamer waar ik het daarnet over had, hè, waarbij dat de CO2-concentraties 's nachts zeer hoog kunnen oplopen en door het openen van een raam en door de afwezigheid van personen zakt die concentratie overdag wel mooi naar beneden, maar daar hebben we niet zoveel aan. Het is natuurlijk in aanwezigheid dat de luchtkwaliteit goed moet zijn. Een ander element, zeker in het kader van renovatie en erfgoed, waar we ook aandacht moeten aan hebben, zijn de luchtlekken in een gebouw. Het is natuurlijk zo dat luchtlekken onder invloed van de wind, via dwarsstroming meestal, of onder invloed van thermische trek, dat is dan een effect dat verticaal gaat spelen, zien we dat er door die lekken heel wat lucht naar binnen kan komen, op voorwaarde dat er ook andere lekken zijn waardoor dat de lucht naar buiten zal gaan. En op die manier wordt het gebouw in zekere mate wel geventileerd. Ook hier geldt dat die kieren en spleten een heel ongecontroleerde manier zijn van binnenkomen van lucht. Op bepaalde momenten zal dat veel te hoog zijn, ook samen met comfortproblemen. Op andere momenten zal dat toch te laag zijn. En ook al is het gebouw in zijn globaliteit misschien helemaal niet zo goed luchtdicht, en kan men denken van ja, ventileren, dat is toch al te gek eigenlijk, hè, want het ventileert hier de hele dag. Dan zien we toch dat sommige ruimten in een gebouw dat verder zeer luchtopen is, toch nog te weinig lucht gaan krijgen. Hangt ook een beetje af van de plaats van die ruimte. Op vlak van hoogte in het gebouw of blootgesteld aan de wind of helemaal niet. In elk geval geven die luchtlekken ook belangrijke warmteverliezen in de winter die natuurlijk moeten worden gecompenseerd via een verwarmingssysteem en kunnen die ook leiden tot een te sterke uitdroging van het gebouw. Zoals we zo dadelijk zullen zien, het sterk ventileren, zeker in de winter, leidt tot het uitdrogen, het drogen van het gebouw, dat in eerste instantie gewenst is om overtollig vocht, afwezig van de mens en van menselijke activiteiten, om dat te gaan afvoeren. Maar ja, als we blijven ventileren, blijven sterk ventileren, ja, dan gaan we het gebouw ook te sterk uitdrogen. Met eventueel invloed op materialen, op hout, op papier, op kunststof en dergelijke meer in het gebouw zelf. En dus het basisprincipe betreft, wij gaan ventileren door buitenlucht binnen te brengen. En dat kan niet anders dan gelijktijdig ook binnenlucht naar buiten brengen. We werken hier niet, we gaan de lucht niet opslagen in het gebouw. In is telkens gelijk aan uit. En in principe zouden we kunnen zeggen, we doen dat in elke ruimte. In praktijk gaat men toch naar vereenvoudigde systemen waarbij dat sommige ruimte toevoer krijgen. De ruimte waar dat mensen gedurende lange tijd aanwezig zijn. Dat er een aantal doorgangsruimte zijn waarbij dat mensen maar heel kortstondig aanwezig zijn en dat er daar dan ook een aantal natte of serviceruimte zijn, douche, keuken, toiletten en dergelijke meer, waarbij dat de mensen niet zo heel lang aanwezig zijn, maar waarbij dat er ook belangrijke vervuilingen kunnen ontstaan en geur en vocht en dergelijke meer, die ons nopen om de lucht daar direct af te voeren. In elk geval die lucht niet te gaan hergebruiken. Nu, dat principe gaat ervan uit dat de lucht die we in de droge ruimte gebruiken, verbruiken, bij wijze van spreken, dat die toch nog voldoende kwaliteit heeft om in doorgangsruimte en natte ruimte voldoende luchtkwaliteit te gaan leveren. Ventilatie kost natuurlijk energie en voor een stuk is dat onvermijdelijk. Dus niet ventileren is in die zin eigenlijk geen optie en staat een stukje boven het energieverbruik. Natuurlijk kunnen we dat energieverbruik proberen te verminderen, die impact van ventilatie op energieverbruik verminderen door
bijvoorbeeld die ventilatie te gaan regelen. En bijvoorbeeld ventilatie, als men dat zo zou willen noemen, via infiltratie is helemaal niet regelbaar. En dus op sommige momenten zal er veel te veel geventileerd worden, wat extra onnodig energieverbruik met zich meebrengt. En om daar bijvoorbeeld via vraagsturing of via kloksturing, CO2-sensoren en dergelijke meer, en de ventilatie te gaan sturen om niet meer te ventileren dan nodig en voor bepaalde systemen ook warmte-recuperatie te gaan toepassen. Ik hoor wel eens zeggen, maar ja, kijk, we ventileren om minder energie te verbruiken, want als we ventileren, dan gaat de lucht wat droger zijn en droge lucht kan je gemakkelijker opwarmen. Dat laatste klopt wel voor een heel klein stukje, maar we ventileren niet om energie te besparen. We ventileren voor comfort en voor behoud van de goede luchtkwaliteit voor het gebouw zelf. Maar niet om energie te besparen. Dat is een gevolg en daar moeten we het voor een stuk mee doen. Eventjes iets dieper in detail op dat beheren van vocht. En we gebruiken daar het zogenaamde Monnier-diagramma, waarbij we in functie van de buitentemperatuur het vochtgehalte kunnen gaan bekijken in de ruimte. Het absolute vochtgehalte in gram per kilogram. En als we bijvoorbeeld voor een woning of een ruimte gaan bekijken die we verwarmd hebben op 20 graden en we hebben 8,7 gram per kilogram lucht. Dat wil zeggen, ja, een kilogram lucht is ongeveer een kubieke meter, dat is 8, en dat is per kubieke meter lucht dat er 8,7 gram zit bij ongeveer. En dan komen we uit op een relatieve vochtigheid van 60% en dat is een relatief goede luchtvochtigheid. We spreken over 40 tot 60 of wat ruimer, 30 tot 70%, zodat dat wel oké is. En daaronder krijgen we te droge lucht, dus ook voor de materialen zoals gesteld. En wat gebeurt er als we die lucht zouden gaan afkoelen? Ja, dan wordt die lucht gewoon wat kouder. In feite gebeurt er met dat vocht niks. Die hoeveelheid vocht, die 8,7 gram, die blijft gewoon aanwezig. Maar relatief gezien, verhoudingsgewijs, zal die lucht vochtiger en vochtiger worden. Die schuift een stukje op deze curve. Zeker als we nog verder gaan afkoelen. Stel dat we de lucht uit de ruimte gaan afkoelen tegen een raam dat slecht geïsoleerd is. Enkel glas of zeer oud dubbel glas. Dat veel dichter aanleunt tegen de buitentemperatuur. Ja, dan bereiken we daar op een bepaald moment het dauwpunt. En als we onder dat dauwpunt gaan, als dat glas nog maar 10 graden is, dan kan die lucht dat vocht niet meer vasthouden en zal dat vocht uit die lucht gaan condenseren tegen die ruit. Heel gekend en klassiek verschijnsel. Wat gebeurt er als wij gaan ventileren? Wat is de invloed daarvan op het vochtgehalte? Dat is een beetje verschillend voor de zomer en voor de winter. Maar stel bijvoorbeeld dat wij in de winter een luchtvochtigheid hebben binnen van 40% bij een binnentemperatuur van 20 graden. Ja, maar dat is de lucht die we gaan afvoeren. Die gaat naar buiten en het vocht dat in de lucht zit, dat gaat mee naar buiten. En we zullen die lucht vervangen door andere lucht. Welke andere lucht? Bijvoorbeeld lucht van buiten van 5 graden met een vochtigheid van 80%. Nou, dus relatief is dat vochtige lucht, maar in absolute termen zal die lucht misschien maar een viertal gram vocht bevatten. Als we die lucht gaan binnenbrengen en naderhand gaan opwarmen, dan zullen we vaststellen dat die lucht maar 30% vocht meer zal bevatten en dat we op die manier een stukje de woning of het gebouw gaan uitdrogen. En vandaar ook het effect van ventilatie, om zeker in de winter het gebouw uit te drogen, wat tot op zeker niveau gewenst is, maar op een bepaald moment niet meer gewenst is. Zeker als het buiten nog kouder wordt, de lucht buiten nog minder vocht bevat, dan gaan die... We gaan die lucht dan ook binnenbrengen en opwarmen en dan lopen we het risico om luchtvochtigheid te hebben die zeer laag is en die niet alleen voor personen een probleem is. Dus kan
Dus we zullen dat vocht nog een stukje controleren. Een te hogere luchtvochtigheid kunnen wij in de winter alvast beheersen door een gecontroleerde extractie en vervangen van die vochtige lucht door de droge buitenlucht en zullen we opwarmen. Een te lage relatieve vochtigheid kan je eigenlijk alleen maar door bevochtiging aanpakken, behalve in voorafgaande fase, als men zeker in de winter dan niet meer ventileert dan nodig, dan kunnen we daar wel die te lage luchtvochtigheden al een beetje beperken. En bevochtiging is zeker niet een redmiddel waar dat we altijd moeten naar gaan teruggrijpen. Dus eerder in niet-residentiële gebouwen en dergelijke meer. En eventueel als we zeer specifieke voorwerpen gaan beschermen. Maar de meeste gebouwen is die bevochtiging niet nodig onder voorwaarde dat men de ventilatie wat gaat controleren. Wat de eisen betreft rond ventilatie hebben we natuurlijk de EPB-regelgeving en dan de wet op het welzijn op het werk. Ik ga daar niet zo lang bij blijven stilstaan. U ziet hier onderaan ook de link waarin per aanvraagjaar de eisen worden weergegeven van nieuwbouw, maar ook van renovatie. En het gaat daarbij steeds over renovatie in EPB-kader, dat wil zeggen renovaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen en zeker waar dat stedenbouwkundige vergunningen voor moeten worden aangevraagd. Dus renovaties die daar buiten vallen, en die vallen normaal gezien ook niet onder die EPB-regelgeving. En daar zijn een aantal minimale eisen voorzien die soms fragmentair zijn. Dat wil zeggen dat ze zich toespitsen op bepaalde elementen van de renovatie, maar u zeker niet steeds verplichten om een volledig operationeel ventilatiesysteem te gaan opbouwen. Wat begrijpbaar is aan de ene kant, maar aan de andere kant soms een beetje bizar is, dat men een onvolledig ventilatiesysteem gaat plaatsen. Stel dat schijnwerk wordt vervangen, we gaan in dat schijnwerk toevoeropeningen voorzien, maar er is nergens in dat gebouw een afvoer voorzien, dan gaat daar ook niet zo heel veel gebeuren. En kunnen we ook niet echt spreken van een goed functionerend ventilatiesysteem. De wetgever laat in dit kader daar wat vrijheid aan de ontwerper of de opdrachtgever om dan toch te zeggen, we gaan toch maar pragmatisch zorgen dat we iets installeren dat niet alleen in overeenstemming is met de wet, maar dat ook nog iets nuttig bijdraagt. En dus de EPB-regelgeving, zoals u wellicht weet, laat een aantal systemen toe, een aantal concepten, A, B, C, D, waarbij we in nieuwbouw eigenlijk alleen nog maar systemen C en D zien. Bepaalt een aantal minimum ventilatiedebieten om een voldoende comfort te hebben. Dat een klein beetje verschillen tussen residentieel en niet-residentieel, maar het komt altijd min of meer neer op een 20, 25, soms 30, 35 kubieke meter per uur en per persoon als ventilatielucht. En daarover gaat het niet over zuurstof toevoegen, want dan zou men veel minder lucht kunnen, maar dan gaat het vooral toch in eerste instantie over voldoende luchtcomfort, een aangename lucht die niet stinkt en dergelijke. En op vlak van andere bijkomende eisen vinden we niet zo heel veel terug, toch zeker niet in EPB, maar akoestiek bijvoorbeeld of de kwaliteit van de lucht die we binnentrekken zijn natuurlijk ook belangrijke aandachtspunten. De vier vereenvoudigde systemen kent u wellicht. Kijk, als ik u dat in herinnering breng, systeem C heeft een vrije toevoer van lucht via meestal raamroosters of roosters in de wanden die dan regelbaar zijn. Meestal zijn die manueel regelbaar. Ik zie dat in de praktijk ook niet zo gebeuren, dat de mensen daar de hele dag gaan open-dicht zetten in functie van hun behoeften. Dus die regelbaarheid vind ik een beetje een relatief begrip. Er is een afvoer, een mechanische afvoer, wil zeggen met een ventilator die uit de natte ruimte de lucht gaat wegtrekken en die erop rekent dat doordat er afvoer is en doordat er een beetje onderdruk ontstaat in die natte ruimte, de doorgangruimte, dat die lucht in de droge ruimte wel zal binnenkomen.
Dat klopt voor een redelijk goed luchtdicht gebouw, maar voor een gebouw dat helemaal niet luchtdicht is, bijvoorbeeld stel hier een keuken die zeer veel lekken heeft, ja, dan gaat die onderdruk gecompenseerd worden door directe lekken van buiten en niet door een doorstroming van lucht uit andere ruimte. Dus op zich, ook al gaat de regelgeving en de norm waarop dat die er gebaseerd is ervan uit van ja, in theorie ziet dat er wel mooi uit, moeten we toch kijken. Hoe werkt dat in de praktijk? En dat valt soms wel eens tegen. En aan de andere kant hebben we een systeem D dat veel gecontroleerder is, dat misschien wat minder afhankelijk is van de luchtdichtheid van het gebouw, maar anderzijds soms zeer ingrijpend is. Renovaties of in erfgoed soms zeer, zeer moeilijk toepasbaar zijn. Vooral op vlak van die toevoer zijn er toch wel wat. Is dat helemaal niet zo evident. Het laat ook toe om eventueel warmterecuperatie toe te passen, en wat in de praktijk bijna altijd gebeurt. Maar systemen C hebben ook de mogelijkheden om via een doorgedreven vraagsturing, om echt alleen maar te ventileren waar, wanneer en hoeveel het moet, hè, om ook daar het energieverbruik onder controle te krijgen. Ik verwijs nog eventjes naar de codex of de wet op het welzijn op het werk, die wat gewijzigd is sinds 2019, en waar men eigenlijk ook verwijst naar een maximum van 900 ppm CO2 en een ventilatiegebied van minstens 40 kubieke meter per uur per persoon, wat toch redelijk veel is, en waar daar toch een aantal afwijkingen mogelijk zijn om het CO2-gehalte wat hoger te gaan inzetten met een wat eventueel wat minder hoog debiet en dan beperkt tot die 25 kubieke meter per uur per persoon, wat wel onderhevig is aan een aantal voorwaarden, en men moet dus aantonen dat de emissies van materiaal bijvoorbeeld voldoende laag kunnen zijn. En daaraan komt natuurlijk de recent sterk vernieuwde aandacht vanuit COVID-19. Waarbij het duidelijk is dat ventileren ook een zeer belangrijke plaats inneemt in dat geheel. En dus ook dat is een bijkomend aandachtspunt, een bijkomende reden die dan wel echt link legt tussen ventilatie en gezondheid. Zoals gezegd, meest voorkomende standaardsystemen zijn die C met een decentraal toevoer en een centrale afvoer uit een aantal geselecteerde ruimte, of een systeem D met een centrale toevoer, of laten we zeggen een toevoer vanuit een centrale ventilator, die dan via een distributie net in de verschillende droge ruimte, slaapkamer, studeerkamer, woonkamer, de lucht gaat toevoegen. En op een andere plaats wordt via een centrale ventilator de lucht afgevoerd uit de verschillende vochtige ruimte. Toilet, douche, badkamer, wasplaatsen, dergelijke. Er zijn ook wel wat minder courante systemen die meestal wel ook toegestaan zijn in de regelgeving. Men kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een systeem C met een decentrale afvoer. Dus de regelgeving biedt dat helemaal niet. Dat kan ook voor renovatie of erfgoed soms wel wat interessanter zijn om decentraal te gaan afvoeren. Laat ook wat betere sturing ruimte per ruimte toe. Maar men moet natuurlijk rekening houden dat een sturing op de afvoerkant ook altijd wat invloed heeft op de toevoerkant. Als men die debieten tot een minimum brengt, ja, dan gaat er hier ook niet zoveel meer gebeuren. Vandaar dat er ook wel systemen zijn, systeem C, met extra afvoer in de droge ruimte, om ervoor te zorgen dat op het moment dat er weinig afvoer is in die natte ruimte, dat er via afvoer in de droge ruimte, en dan vooral de slaapkamers, toch ook nog wat gebeurt in die andere ruimte. En in die zin is dat een stukje een verbetering van dat basissysteem C. En dan heb je natuurlijk ook het volledige decentrale systeem D, eventueel met warmterecuperatie ruimte per ruimte. Ziet je niet zo heel veel, zeker niet in nieuwbouw, maar ook daar voor renovatie kan ik me inbeelden dat dat soms wel een interessante oplossing kan zijn. In feite zijn er heel, heel wat oplossingen. Er zijn er hier een aantal wat genoemd. Dus die
C helemaal decentraal, C klassiek, hè, met een centrale afvoer, een decentrale toevoer. En dan die combinatie met extra afvoer in droge ruimte. Ook voor D heeft men een aantal combinaties. Er zijn nog een aantal mogelijkheden die niet toegestaan zijn binnen het normatief kader, volgens de norm D50-01, maar die in renovatie, als men niet gebonden is door de norm, toch wel interessant potentieel hebben. Er zijn een aantal artikels bij het WTCB verschenen daar rond en er zijn een aantal studies gebeurd. Bijvoorbeeld een van de systemen die in de praktijk toch redelijk lijkt te werken, dat is niet meer werken met een toevoer in de verschillende ruimte, maar werken met bijvoorbeeld een toevoer in de gang, via de voordeur eventueel, en dan een afvoer in elk van de ruimte, dus ook een afvoer in de droge ruimte. Dat systeem lijkt redelijk goed te werken, heeft zeker een aantal voordelen, hè, dat er ook geen direct koude lucht binnenkomt via die roosters in de droge ruimte. Het is natuurlijk wel een systeem dat echt ook een sturing vereist. Dus in renovatie en in erfgoed zijn er, als ze buiten EPB-kader vallen, wel een aantal extra veelbelovende concepten die we in de toekomst zouden kunnen toepassen. En die soms zelfs beter werken dan de rudimentaire systemen. Goed, welke systemen gaan wij nu toepassen? Mechanische afvoer met systeem C hangt natuurlijk ook altijd samen met andere aspecten die wij in de norm, die wij in de renovatie gaan toepassen. Op het moment dat er vervanging van schrijnwerk voorzien is, ja, dan is het natuurlijk ook een optie om eventueel regelbare toevoegopeningen, die RTO's, te gaan plaatsen in het schrijnwerk. Op het moment dat men het schrijnwerk helemaal niet zal betrekken in de renovatie of in bepaalde projecten waarin dat roosters in de ramen absoluut taboe zijn, ja, ziet dat er natuurlijk anders uit. Gelijktijdig zou men dan die afvoer, de centrale afvoer moeten gaan realiseren vanuit die vochtige ruimte. Kan dat centraal? Dat zal nogal afhangen van de groepering van die verschillende ruimtes. Zijn die ruimten dicht bij elkaar gelegen? Kan men meestal wel een centrale afvoer doen. Zijn die ruimten ver uit elkaar gelegen? Ja, dan moet men misschien eerder naar een decentrale oplossing gaan grijpen. Een aantal voordelen van die decentrale afvoer zijn dat er dus veel minder ruimte nodig is voor de kanalen. Dat het een betere regeling ruimte per ruimte toelaat. Sommige van die ventilatoren zijn vochtgestuurd of tijdsgestuurd of dergelijke meer. En eventueel ook dat het faseerbaar is. Stel dat een renovatie in fase gebeurt. Ja, dan kan men ruimte per ruimte telkens voorzien van een werkend ventilatiesysteem en daar eventueel een bepaalde tijd tussen voorzien, waartussen men toch al een werkend systeem heeft. Er zijn een aantal aandachtspunten. Het geluid van die ventilator zou kunnen direct in de ruimte opgewekt worden en er zijn niet zo heel veel dempingsmogelijkheden. Dus in die zin moeten we toch vermijden om die ventilator echt in de ruimte zelf te gaan plaatsen. Men heeft natuurlijk elektrische voeding nodig op elke plaats van die ventilatoren, want elektrische voeding draadloos, dat heb ik nog niet gezien. En we moeten natuurlijk kijken waar dat die afvoer naar buiten gaat en of die afvoer niet in conflict komt met de toevoer van de naastliggende ruimte. We moeten vermijden dat we daar bypass-stromen hebben en dat we geuren van het toilet rechtstreeks gaan binnentrekken in de naastliggende slaapkamer. Dat zijn ook een aantal specifieke aandachtspunten voor die decentrale afvoer. Mechanische toevoer en afvoer vereist dan geen ingrepen in het schrijnwerk, maar aan de andere kant moet er ruimte beschikbaar zijn voor kanalen. Moet je ook een planschikking hebben die dat toelaat. Dat is in bestaande concepten zeker niet evident en komt wat mij betreft
enkel bij ver doorgedreven energetische renovaties de aandacht. Vanwege onder andere die extra kanalen die we een plaats moeten geven en de moeilijkere regeling, de centrale regeling van het systeem. Dus een regeling die het C-systeem veel belangrijker is. Mechanische ventilatie. Zoals gesteld, ook voor systeem D zijn er decentrale systemen die lokale warmterecuperatie toelaten. Recuperatief of regeneratief. Het onderscheid tussen beide heeft soms met vocht te maken, omdat er sommige toestellen zijn die ook vocht recupereren. Als er een risico is door te veel ventileren, een te sterke uitdroging van een ruimte te krijgen, dan kan het interessant zijn om vocht, niet alleen warmte, maar ook vocht te gaan recupereren via bijvoorbeeld een warmtewiel of andere warmtewisselaars die hygroscopisch werken. Dus dat kan in specifieke gevallen wel een oplossing bieden aan die mogelijk te droge lucht. Er bestaan daarvoor muurunits of raamunits, units die onder de vensterbank of bovenaan onder de latij kunnen geplaatst worden. Ook hier heb je een aantal voordelen van de decentrale aanpak, faseerbaar. Weinig of geen kanalen, lokale regeling en beperkingen ook. Dus het belangrijkste daar terug is geluid. Je zit dan in een groep met twee ventilatoren in een bepaalde ruimte. Dat zou wel wat kunnen overlast geven. Meestal zijn het ook systemen die een relatief beperkte capaciteit hebben. Dus in een klaslokaal, waar dat natuurlijk over... tel maar 20 maal 25 kubieke meter per persoon. Ja, dat is gemakkelijk 500, soms 600-700 kubieke meter. Om dat te gaan realiseren met dat soort decentraal, dat is niet zo heel realistisch. We kijken naar een paar toepassingen in renovatie of in erfgoedrenovatie, waarbij we moeten nadenken van ja, hoe ver doorgedreven is die renovatie en wat zijn onze mogelijkheden om daar ventilatie te gaan voorzien. Ja, en dan hangt het natuurlijk vanaf, is het een renovatie die het gebouw stript tot een casco? Ja, dan heb je bijna de mogelijkheden zoals een nieuwbouw. Maar als het beperktere ingrepen zijn, zullen we toch ook moeten aandacht hebben voor die ventilatie. Waarbij we ook moeten nadenken, want daar kom ik verder op terug, dat andere ingrepen soms onverwachte resultaten kunnen oproepen. Hè. Dus waar dat er vroeger misschien geen ventilatie in het probleem was in het gebouw, dat die toch zouden kunnen gaan ontstaan. Effecten op wijzigingen van de planschikkingen. Kunnen we de planschikking aanpassen aan een ventilatieconcept? Hebben wij mogelijkheden om kanalen weg te stoppen of helemaal? De vraag is ook van wat is het doel van de renovatie? Meestal heeft een renovatie niet alleen tot doel om de energieprestatie te verbeteren, maar zijn er misschien veel primairdere redenen om over te gaan tot een renovatie en zijn de energetische aspecten misschien secundair. Dus ja, ik zelf ben een energieman, ik hou me heel veel bezig met energie, maar we moeten niet de fout maken om... Eigenlijk blijft energie toch maar een randvoorwaarde voor een leefcomfort, een wooncomfort, dat wij in gebouwen willen nastreven. Ik moet daar soms een beetje op mijn plaats gezet worden. We moeten weten waarover gaat dat wonen nu eigenlijk. En dat gaat niet over energiebesparing, dat gaat over een wonen- en leefcomfort. Dat moeten we niet vergeten. Andere aspecten rond energetische prestatie. Het is duidelijk dat isoleren en zeker luchtdicht maken van het gebouw een belangrijke invloed kan hebben op de noodzaak tot ventilatie. Dus dat zijn zeker elementen die we moeten meenemen. En om een open deur in te trappen, in feite heb je een drie-eenheid en heb je een trio eigenlijk van drie elementen die men eigenlijk niet kan los van elkaar maken.
En als men gaat isoleren om dat goed te doen werken, moet dat voldoende luchtdicht zijn. En als men luchtdicht, het gebouw luchtdicht maakt, dan moet er geventileerd worden. Dat hangt eigenlijk aan elkaar. En dat is niet zoiets als van ja, ik ga op restaurant, ik ga à la carte. En omdat ik geen voorgerecht lust, ga ik twee nagerechten nemen. Dat is een beetje mijn stijl. Nee, dat werkt hier niet. Hè. Je moet luchtdichtheid, isolatie en ventilatie als geheel gaan bekijken. Nu, in renovaties is dat een beetje lastiger natuurlijk. Want aan de ene kant kunt je stellen, wat is nu mijn strikte interpretatie? Wat is mijn strikte interpretatie? Ja, elke renovatie zou moeten voorzien zijn van een goed functionerend ventilatiesysteem. Maar laat ons wel zijn, we moeten een beetje pragmatisch blijven. En dan is ook de vraag vanaf welk luchtdichtheidsniveau moeten we echt zo'n functionerend ventilatiesysteem gaan voorzien. Dat zijn toch nog een aantal overwegingen. Bepaalde ingrepen hebben maar een beperkte invloed op de luchtdichtheid van het gebouw, maar als bijvoorbeeld het schijnwerk wordt aangepakt of bijvoorbeeld een hele renovatie van een zadeldak dat vroeger volledig luchtopen was en een enorme invloed had op het schouweffect in het gebouw. Als men dat gaat aanpakken, ja, dan moet men meestal ook gelijktijdig aan de ventilatie gaan denken. En waarbij er bij het doorvoeren van bepaalde ingrepen wel al zou kunnen geanticipeerd worden op volgende fases. Ook al zegt men ja, die ventilatie dat komt pas later, kan het interessant zijn om bepaalde voorzieningen al te treffen, zodanig dat dat achteraf niet te lastig is. Ik had hier een paar voorbeelden van onderlinge afhankelijkheid. Hè. Denk aan een badkamer in een aanbouw van een herenwoning in een stad. Waarbij men een renovatie gaat doorvoeren van die badkamer, die natuurlijk zeer koud is en waar dat het schijnwerk heel luchtopen is. Waarbij men zegt, oké, we gaan dat vervangen door een goed luchtdicht schijnwerk, zodanig dat ik geen tocht meer heb en dat dat beter isoleert en dergelijke meer. Ja, oké, dat kan wel, hè, dat is interessant, maar zonder ventilatie kunnen we daar wellicht niet, want als dat schijnwerk... Als dat schijnwerk vervangen wordt, het schijnwerk dat initieel misschien voorzien was van enkel glas, waar het vocht uit de badkamer lustig op kan condenseren en op zich op dat glas niet zo heel veel schade gaat met zich meebrengen, ja, dan gaat in de toekomst dat vocht elders gaan condenseren. Misschien geconcentreerd op een paar plekken in die ruimte waar het wel tot grote schade kan gaan leiden. En dus dat wil zeggen, ja, samen met die ingreep op dat schijnwerk, dat zeker interessant is, zullen we ook moeten nadenken over ventilatie. Hetzelfde, of een beetje gelijkaardig, stel we hebben een kelderruimte waarin een oude stookolieketel staat, een open toestel, een toestel dat zeer veel warmte afgeeft. En dan krijg je een kelder waarbij dat... die redelijk warm is en waarbij we lustig de was kunnen drogen, omdat daar niet alleen warm is, maar omdat die ketel eigenlijk een soort grote ventilator is. Die zuigt lucht uit de ruimte, liefst voorzien natuurlijk van een opening naar buiten om die lucht binnen in die stookplaats te laten komen. En die lucht wordt door de ketel, die een beetje werkt als ventilator, gebruikt in de verbranding en die verdwijnt door de schouw. En je krijgt een relatief sterke ventilatie van die ruimte, die dan ook nog eens warm is. Dus om de was te drogen of misschien andere activiteiten is dat prima. Maar op het moment dat we die ketel vervangen door een modern toestel, een gesloten toestel, met een veel hoger rendement, met veel minder emissie van warmte in de ruimte, dan gaat dat prima zijn voor de werking van de ketel, maar dan heeft dat ook effect op die ruimte zelf. En die ruimte die zal niet meer geventileerd worden, want er is geen drijvende kracht meer, ze wordt niet meer verwarmd. Ja, willen we daar dan een ruimte van maken die andere activiteiten, andere functies heeft dan alleen maar stookplaatsen, dan gaan we daar toch ook iets moeten doen op vlak van ventilatie. Dus nu, wat zijn finaal de keuzecriteria? Die ventilatie dat moet passen in het globale doel. Hè. Dat is voor een stukje een doel op zich, hè, naar comfort. Rekening houden met die energie, maar ook rekening houden met een aantal
architecturale keuze die we al dan niet kunnen bijsturen rond planschikking, rond ruimtevloog, luchtgroepen en kanalen. En we moeten natuurlijk rekening houden met wettelijke en administratieve randvoorwaarden die er soms wel, soms niet zijn natuurlijk. Als het gaat over beschermde monumenten, dan kan er soms nogal restrictief zijn op het vlak van toevoegen van elementen, zowel binnen als buiten het gebouw. En zo zijn er die keuzecriteria rond het schrijnwerk. Dat had ik daar net al aangehaald. Hebben wij ruimte voor kanalen? Moet men een beetje creatief zijn? Waar gaan we die ruimte voor zien in een niet gebruikte zolder? Zoals hier is daar wel wat ruimte. In sommige gevallen kunnen we proberen die kanalen te gaan wegwerken. Tegenwoordig heb je toch wel wat systemen die toepasbaar zijn in SHAP. Als die zou worden vervangen, we kunnen eventueel overwegen om oude schouwkanalen te gaan hergebruiken. Om bijvoorbeeld via ventilatie, bij verplaatsing van een warmtegenerator van de kelder naar de zolder, hebben we die schouwen hier eigenlijk niet meer nodig en ook niet in de kelder. Maar we zouden ze in plaats van ze af te breken, ik denk dat u zich wel in kan beelden, en los van het feit dat die schouwmantel een mooie toevoeging is of een mooi element kan zijn in de ruimte, het afbreken van een bestaande schouw heeft nogal wat consequenties. En dat doet je niet op een namiddag. Het afbreken wel, maar het herstellen van de wand daarachter die helemaal vol zit met roet, of de vloer en de zoldering terug aanpassen. Dus het kan soms wel interessant zijn om die schouw gewoon te behouden en die te gaan gebruiken voor een ventilatiesysteem. Vereist natuurlijk dat die schouw gereinigd wordt en vereist natuurlijk dat er daar buizen een bepaalde voering wordt ingebracht. En we gaan die oude schouw op zich niet als kanaal gebruiken, maar wel als technische schacht om die kanalen te gaan inbrengen. U blijft nog eventjes stilstaan op een paar toepassingen in de praktijk. Het paleis op de Meir in Antwerpen, dat er aan de buitenkant zo uitziet en aan de binnenkant zo. Je ziet, dat lijkt natuurlijk niet direct een gebouw waar we heel eenvoudig wat ventilatie gaan aan toevoegen. En toch hebben ze daar een aantal, hebben ze dat gedaan en hebben ze dat toegevoegd. Men heeft daar een ventilatiesysteem met pulsie en extractie. Met eventueel voorverwarming in functie van de bevochtiging. Een stukje topkoeling, geen zware koeling, voor zover ik begrepen heb. Men heeft wel die installatie, men heeft niet één heel grote installatie, maar men heeft dan meerdere groepen geplaatst, zodanig dat we die beter, de regeling en de groepen beter kunnen aanpassen aan de verschillende functies. En dat er veel minder ruimte is voor kanalen, die men dan toch heeft moeten wegwerken. En vandaar dat in dit gebouw die ruimte met die ronde verlaagde zoldering, en daarboven is wel nog ruimte met een aantal gewelven. Men heeft die dan gebruikt om kanalen weg te werken. Heeft ook een stukje bestaande schouwen gebruikt, die natuurlijk niet meer gebruikt werden voor hun originele functie. En men heeft ook in het dak, in sommige gevallen ziet het er zo uit natuurlijk, maar dat is ook niet altijd een optie. Nieuwe moderne schoutjes of aansluitingen voor luchttoevoer of afvoer, dat ziet er natuurlijk ook niet uit in een erfgoedgebouw. En daar heeft men plenums gemaakt in het dak om die kanalen voor luchttoevoer of afvoer te gaan wegwerken, die dan zijn afgewerkt in het vlak van het dak met gemoffelde roosters, zodanig dat minimaal opvalt, waarbij er natuurlijk een waterafvoer moet zijn van die plenums naar beneden. Dus daar heeft men ook een aantal oplossingen gevonden om dat ventilatiesysteem buiten alvast niet in het zicht te gaan plaatsen. Een ander wat recenter projectje betreft een oude cinema. Dus als u goed kijkt, ziet u hier het oude cinemagebouw. Dat ook nog meegedaan heeft aan een monumentenstrijd een aantal jaren geleden. En dat men uiteindelijk heeft gerenoveerd.
Van binnen ziet de inkomer zo uit, maar de ruimte zelf ziet er zo uit. Er is daar een balkon, maar we zien hier bovenaan ook weer terugkomen die halfronde zoldering. En wij wilden dat gebouw natuurlijk gaan ventileren. Ook daar heeft men gekozen voor een mechanische ventilatie met toch behoorlijk grote debieten. En men heeft boven het bestaande dak heeft men een nieuwe constructie gemaakt met een hellend dak, maar waardoor dat er ruimte ontstaat om die kanalen te gaan aanbrengen. U ziet hier nog een beetje de vorm van het oude dak. En de nieuwe constructie daar bovenop. En deze foto is een beetje ongelukkig, maar u ziet dat die ruimte die daar ontstaat, dat men daar kanalen heeft aangebracht om die onderliggende cinemazaal te gaan ventileren. En ondertussen ziet dat er zo uit. Hè, dus u ziet daar dat dak boven die cinema. En men heeft daar ook een stukje een nieuw element aan toegevoegd, georiënteerd naar dat park. Dus ik denk wel dat men daar ook in geslaagd is om die technieken van ventilatie te integreren en toch bepaalde delen van dat erfgoed te conserveren. Goed, ik rond hier af met nog wat mogelijke overwegingen rond fasering en tijdsplanning. Wat kunnen we wel faseren, wat kunnen we niet faseren? Sommige elementen kunt je uitstellen, andere niet. Als uw luchtdichtheid van uw gebouw nu sterk verbetert, ja, dan gaan we toch moeten zorgen dat er ook een goed werkend ventilatiesysteem is. En zo zijn er een aantal elementen die we wel en niet kunnen gaan faseren. En eigenlijk moeten we zorgen dat elke deelstap ook past in een globaal toekomstbeeld. Nu, dat zijn geen elementen die specifiek zijn voor ventilatie. Dus daar hoef ik ook niet specifiek lang bij de stil te staan. Ik wil wel eventjes wijzen op de laatste stap die soms wel wordt vergeten. Ja, de installatie moet uiteindelijk ook opgeleverd worden. Dat wil zeggen dat de voorziene debieten moeten worden worden ingesteld, er moet worden afgetoetst met de doelstellingen op vlak van die debieten, maar eventueel ook op andere vlakken vermogen. Die ventilatoren bestaan ook in zuinige uitvoeringen, dus dat moeten we toch ook proberen te beperken. En dan aantonen van de goede werking en controle van het regelsysteem. Zeker als men gaat naar vraaggestuurde systemen, moeten we zeker kunnen zijn dat dat echt aangepast is aan de vraag of aan het plan van eisen van het project. Ik wil daarbij afronden en een goede ventilatieinstallatie is wat mij betreft geen toevallen of geluk. We specifieren ventilatie en we hopen dan dat het goed gaat werken. Ja, daar komt toch wel wat bij kijken en we moeten daar toch doordacht en systematisch gaan kijken. Hoe gaan we dat inpassen en hoe wordt dat beïnvloed door andere ingrepen? Het staat niet op zichzelf. Het hangt vast aan het geheel van de renovatie en eventuele andere installaties. Dus in die zin van, ja, zijn de technieken dezelfde als in nieuwbouw? Ja, voor een stukje wel. Maar we hebben in bepaalde gevallen wat meer vrijheid om andere, wat specifieke concepten te gaan toepassen. Maar anderzijds zitten we natuurlijk met de beperkingen van renovatie of erfgoed, waar we creatief mee moeten omgaan en waar we project moeten kijken hoe dat we dat zullen aanpakken. Okay, ik wil daarmee afronden. Yves, mag ik u het woord teruggeven? Ja, Paul. En ik heb onmiddellijk al een aantal vragen. Bedankt voor jouw presentatie. Ik ga je straks nog eens moeten bedanken. Ik ga onmiddellijk twee vragen combineren die hetzelfde thema aanraken. Namelijk, het gaat over dus de relatieve luchtvochtigheid in de gebouwen met ventilatie, want ja, die gaat natuurlijk wel kunnen zakken, bijvoorbeeld in de winter, door ventilatie. Dat heeft kans een impact hebben op onder andere parket. De vragensteller zelf spreekt over parket, maar dan denk ik ook aan lambriseringen, aan waardevol meubilair bijvoorbeeld. En dan was eigenlijk een andere vraagsteller die in verband daarmee ook vraagt van ja, wat is eigenlijk de noodzaak om bij te sturen op relatieve luchtvochtigheid? En nu ga ik even de vraag letterlijk aflezen. De meeste normen stellen dat bijsturen
op de relatieve vochtigheid normaal gezien niet nodig zou moeten zijn voor courante functies. En ook de laatste versies van de codex legt enkel nog eisen op indien er be- en ontvochtingsinstallaties nodig zijn. Maar we hebben het hier specifiek over een erfgoedcontext. Wat is daar eigenlijk de algemene teneur in? Want bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld spreek over museale context, ja, daar is klimatisatie van zo'n ruimte, dat is ja, toch wel redelijk ingeburgerd, afhankelijk van de voorwerp die men tentoonstelt. Maar hier gaat het bijvoorbeeld ook over woongebouwen, waar dat toch al ja, minder evident is, voor zover ik dat onderwerp ken. Ja, bevochtiging in nieuwe woongebouwen, in woongebouwen, dat is absoluut niet gebruikelijk. En daar denk ik dat men, allee, als daar erfgoedelementen zijn, dat men dat normaal gezien kan controleren door te werken met een gecontroleerde ventilatie. En daar heb je, het is een discussie die eigenlijk ook in nieuwbouw stelt, je krijgt wel eens wat klachten binnen van parket die ook in nieuwbouw ja, te sterk gaat krimpen onder invloed van een te droge lucht, wordt er ook regelmatig gezegd, ja, dat is de schuld van systeem D, hè, want het systeem D droogt het gebouw uit. Eigenlijk is dat niet zo systeemgebonden. Dat is eerder gebonden aan het feit dat een systeem D door de band veel meer gaat ventileren dan een systeem C. Zeker als men een systeem C dan nog een keer gaat vraagsturen, dan is het verschil in debiet tussen beide zeer groot. En als men in de winter met een systeem D lustig blijft doorventileren, omdat er toch warmte wordt gerecupereerd, ja, dan leidt dat tot een verdere uitdroging van het gebouw. Dus de adviezen die wij daar geven, dat is toch om dan ook met dat systeem D wat sturing te gaan toepassen. Meestal heeft die sturing voor een systeem D niet zoveel zin op energetisch vlak. Met systeem C kan men daar veel energie mee besparen, maar in ieder geval met een systeem D, met die warmterecuperatie, is dat wat beperkter. Maar als het gaat over vocht, kan het toch wel nuttig zijn om daar specifiek aandacht te hebben. Door enerzijds te werken met een warmterecuperator met vochtrecuperatie, dus zoals je zegt, die warmtewielen. Of eventueel warmtewisselaars die hygroscopisch zijn of die vocht doorlaten. Zijn er wel maar mogelijkheden, maar daarnaast ook heel wat. Wat mogelijkheden rond sturing van dat ventilatiesysteem D. Centraal eventueel, hè, dus door een kloksturing, door bijvoorbeeld als er overdag iemand aanwezig is om dan de debieten sterk terug te sturen, eventueel decentraal, wat minder gebruikelijk bij centrale ventilatiesystemen. En à la limite, wat mij betreft, zou men kunnen ook het ventilatiesysteem reduceren als het echt buiten zeer koud is en als ventilatie tot zeer sterke droging leidt, zou men eventueel de ventilatie toch kunnen naar omlaag schroeven, waarbij men ook een beetje inboet aan luchtkwaliteit. Ja, dat is dan eenmaal zo, dat moet men er dan bij nemen, om toch te beletten dat die relatieve vochtigheid te ver zakt. In echte erfgoedprojecten ja, speelt dat natuurlijk nog sterker en dat effect van te droge lucht op de hout en lambrisering en dergelijke meer. Dat is niet mijn specialiteit, maar ik kan me daar echt wel iets bij inbeelden. Dus of men tot bevochting moet overgaan, dat moet men geval per geval zien, maar het is zeker een aandachtspunt. Ja. Oké, dankjewel. Dan was er nog een vraag over waar kunnen we meer info vinden over het systeem met toevoer in de gang en afvoer in de droge ruimtes. Ik neem aan dat de afvoer in de natte ruimtes is. Is daar iets over gepubliceerd, Paul? Of, Ja, dat zou ik moeten nazien. Er is daar een kort artikeltje geweest, een jaar of twee geleden. Ik denk dat ik die link zal moeten opsturen en dat we misschien toevoegen aan de PowerPoint. Hè. Ja, misschien is dat het beste, ja. Ja. Dus het ging wel degelijk over, het zijn in renovatie van een hele serie sociale woningen heeft men
gaat men zorgen voor die toevoer in de gang en dan afvoer in alle ruimte eigenlijk. Hè. Niet alleen de droge ruimte, maar niet alleen de natte, maar ook de droge ruimte. En daar is het natuurlijk zo, toevoer en afvoer in een klassiek systeem compenseert zich een beetje door het toevoer in één ruimte en het afvoer in een andere reduceert men het globale debiet. Als men in alle ruimte gaat afvoeren, dan dreigt natuurlijk uw globale ventilatiedebiet sterk omhoog te gaan. En dan dat soort concept kunt je bijna niet anders toepassen dan, ja, dan moet je echt ook wel regelen en lokaal regelen. Maar die systemen bestaan. En een ander aandachtspunt voor dat systeem, dat is, ja, je krijgt een relatief grote toevoer in je gang. Iedereen heeft zo wel een idee van een klassiek rooster van 20, 50, 80 kubieke meter per uur. Ja, als je in je gang alles moet toevoegen voor je hele woning, voor je extractie van je droge en je natte ruimte, dan heb je het misschien over 3, 4, 500 kubieke meter. Dan heb je een relatief groot rooster. Dat brengt natuurlijk koude lucht. De gang is niet zo'n kritisch. De gang is niet zo'n kritische ruimte, maar ja, als dat daar te koud wordt, als daar 500 kubieke meter lucht binnenkomt, en dus dat is ook een aandachtspunt. In huidige nieuwe woningen voorziet men minder en minder verwarming in de gang. In een project waarin dat je dat zou toepassen, denk ik toch dat er in de gang verwarring zal blijven om te vermijden dat het in die gang te oncomfortabel wordt en om ervoor te zorgen dat de lucht die door die doorstroomopeningen naar de droge en naar de natte ruimte toestroomt, dat die al min of meer op ruimtetemperatuur is, zodanig dat die comfortproblematiek die je soms wel eens hebt met raamroosters, dat je die daar ook mee hebt. Oké. Dus wij koppelen naar dat artikel. Ja, ik zie dat in de chat privé ook even geantwoord is, maar dat is goed dat je dat daarin inzet en dat we dat dan, die slides dan ter beschikking stellen, zodat iedereen die link heeft dan. Ja. Ik heb nog een volgende vraag die gaat over vervuilde lucht. En ik lees ook de vraag letterlijk af. Dus een bestaand gebouw is centraal in een stad gelegen aan een drukke verkeersweg. Moet voorzien worden van een ventilatiesysteem. Het schijnwerk wordt dus ook vervangen. En dus de vraag, leidt de ligging dan automatisch tot een ventilatiesysteem D, aangezien we anders vuile buitenlucht zouden binnentrekken via de raamroosters? En dat zou natuurlijk wel budgetair vrij zwaar zijn. Wat zijn eigenlijk de opties dat je inderdaad met zo van die vervuilde lucht hebt? Tot welk systeem leidt dat dan automatisch of niet automatisch? En dan was er ook een aanvullende vraag, is het verschil van de luchtkwaliteit aan de ramen dermate verschillend van de luchtkwaliteit op het dak waar wellicht de toevoer bij balansventilatie zou zitten? Mm-hmm. Ja, het dak kan ook problematisch zijn, hè. Als er schouwen in de buurt zijn. Bijvoorbeeld, wij hebben ook recent gewerkt rond houtkachels en dergelijke meer, waar dat je in de praktijk ziet. Laten we zeggen, als je kijkt naar oude gebouwen, dan vertrekt die schouw meestal, komt die schouw meestal uit op de nok van het dak. En steekt die daar een stuk tegenover uit. Ik heb de indruk dat men die goede praktijk uit het verleden vergeten is en dat men nu schouwen ook van houtkachels door de gevels laat komen, op een plat dak, een half meter erboven, in besloten ruimte en dergelijke meer. Men is die goede praktijk uit het verleden een beetje verloren. Maar goed, dat is dan een beetje een specifiek aspect. Lucht op het dak is ook niet altijd heel zuiver en zijt je ook een beetje afhankelijk van wat de buren doen. En dus als men daar lucht zou binnentrekken voor een systeem D, dan moet men daar ook aandacht voor hebben. Er zijn ook wel eens wat testen gebeurd rond systemen om lucht te zuiveren, maar voor die roosters met een systeem C lijkt me dat toch niet zo realistisch, omdat je dan heel wat drukverliezen gaat krijgen in die roosters dreigt het systeem ook niet zo goed te werken. Ik denk dus wel degelijk dat aan een straatzijde die luchtkwaliteit, zeker op de gelijkvloerse verdieping, toch wel een eind lager kan zijn, om niet te spreken over lawaai. Wat zijn dan de mogelijkheden? Overschakelen naar een systeem D en lucht binnenhalen aan de tuinzijde.
dat is één optie, maar dat is soms nogal ingrijpend. Afhankelijk van de reglementering is misschien dat systeem waar we het daarnet over hadden, met een centrale toevoer in de gang. En dat zou dan eventueel, afhankelijk van de planschikking, niet de voordeur kunnen zijn, maar via de achterzijde zijn er misschien mogelijkheden als dat reglementair kan. Dan moet ik eens nadenken, want de EPB-regelgeving vraagt dat er een toevoer wordt voorzien in de droge ruimte. Dus dat is dan een beetje moeilijk met dat concept. Ja. Als dat niet onderhevig is aan die regelgeving, dan zou dat wel een optie zijn. Ja. Als je dan met een systeem C, met centrale toevoer vanuit de tuinzuiden, en dan decentrale afvoering in de andere ruimte, als men dan kan werken. Maar ik vrees dat in EPB verplichte renovatieprojectjes wat moeilijker zal zijn. Het is ook zo dat wij op basis van die studies, is het uiteindelijk de bedoeling om ook de reglementaire eisen aan te passen en om die nieuwe concepten, die soms zelfs beter werken dan degene die nu zijn toegelaten in de norm, om die ook ingang te vinden, maar dat hebt u natuurlijk vandaag niet zoveel aan. Ik hoop dat in de toekomst wel te verbeteren. Oké, bedankt Paul. Ik ga een laatste doen. Kan je nog heel kort daarop antwoorden? Want dan gaan we eigenlijk naar de pauze toe, want we zijn al serieus over onze tijd aan het gaan. Dat gaat over de uitvoering en de inregeling van een goede ventilatie. Bestaat er een kwaliteitscontrole? Hoe kan je die organiseren? Ja, het is zo dat voor nieuwbouw in EPB-kader, voor residentiële toepassingen, dat het nu verplicht is om de installatie binnen een kwaliteitskader te laten controleren. En dat gaat dan voornamelijk over het meten van de mechanische debieten. Dus er zijn een aantal ventilatieverslaggevers die dat doen voor nieuwe woningen, hè, waar het reglementair verplicht is. Maar ik kan me inbeelden dat men diezelfde groep van mensen kan aanspreken om in niet-reglementair kader ook afstellingen te doen. Alleen zijn die wel goed uitgerust voor individuele woningen, maar als het gaat over grote projecten met zeer grote debieten, ja, dan is dat toch wel wat gespecialiseerd. Maar ik denk dat die ventilatieverslaggevers, en daar is denk ik een hele lijst beschikbaar, zou ik eens moeten nadenken, dat die daar wel een antwoord op kunnen geven.